Weet jij nog wat jij deed 3 levensjaren geleden? En weet jij nog hoe je toen je verjaardag hebt gevierd? Ik ben nog niet zo oud. Morgen, op 3 augustus, word ik 28 jaar. Maar ik realiseerde me dat ondanks deze jonge leeftijd, dat ik niet precies weet wat er speelde in welk jaar. Dingen lopen in elkaar over. En het leek me zo leuk om daar eens wat meer inzicht in te krijgen. En daarom ben ik vorig jaar gestart met een nieuwe traditie. Ieder jaar op mijn verjaardag aan het einde van de dag heb ik een kort interview met mezelf op video, waarin ik mezelf vragen stel over het afgelopen jaar, dus terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik op het jaar dat gaat komen. Nou, vorig jaar was dus de eerste keer. Morgen op mijn 28e verjaardag wordt het de tweede keer. En de afgelopen week heb ik de video van vorig jaar teruggekeken. En hoewel vorig jaar nog super dichtbij is, viel het mij op dat bepaalde dingen alweer aan me voorbij waren gegaan. Zo dacht ik er toen over. Of, oh ja, zo leefde dat op dat moment. En oh ja, die waren er inderdaad ook op mijn verjaardag. Hele sullige dingen, maar ik vond het super leuk om terug te horen. Dus, heb jij ook zoiets van, goh, wat speelde er ook alweer wanneer in mijn leven en wat is er het afgelopen jaar gebeurd? Doe dan mee met deze traditie. En stel jezelf een paar, 2, 3, in mijn geval 4 vragen, ieder jaar op je verjaardag. En je zult merken dat je veel bewuster jarig bent. Ik ga mijn verjaardag voorbereiden en een mooi feestje ervan maken.